2, 3, 4. Ik in de garage. Lekker met de sleutel in mijn hand. Lekker klussen aan mijn motor. Band. Ik, ja. Ja. Ja, het moet echt wel rijmen hoor. Wel een beetje. Radio. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Karten met Cosmo. Vandaag met Rens en Bastiaan van Drugslab. Hoi, hoi. Lekker aan de drugs. Nee, niet vandaag. Niet vandaag. Dit wordt zo'n video dus. Ja. Ja. En we gaan lekker Mario Karten. Kennen jullie dit een beetje, jongens? Of, ja, ik heb het één keer gedaan, maar het ging niet zo goed. Nee, ik heb op de nieuwe nog nooit Mario Kart gedaan. Wel de oude. Je hebt geen drugs op nu. Nee, maar ik zie hier alcohol staan. Dat is een ja. Hele gevaarlijke drug, mensen. En ondertussen zijn er ook vragen. Leuk. Okay. Wat pikante, voor vragen? Pikante vragen. Pikante vragen? Ja. Oh nee. Ik denk dat jullie beginnen. En wie straks dan een soort van... Wie verliest die moet hem afgeven. Dat is een goeie. Ja. Ja. Moet okay. Waarschijnlijk moet je tegen hem dus. Ja, hè? 50. Nee, niet 50. Oké. Okay, heb je ook nog een Mario Kart gedaan? Nee, ik deed al met 50 thuis. Ja, nee, ook 50. Ja. Wauw, deze is wel fancy, hè? Dit is een soort onderzeeër. Dit is een onderzeeër. Volgens mij gaan we nooit meer racen vandaag. Ja, het duurt wel lang voor dit. Oh ja, dat doe ik nooit eigenlijk. Als je zo doet, spring je. De wilde wolken weg. Heel veel succes, jongens. Okay. Meteen al een vraag. Nee, we zijn net begonnen. Ja, omdat jij zo lang... Oh, meteen ook alweer een piemelvraag. Wat? Wat? Ja, nu lig ik eraf. Wil je liever piemel als vingers of andersom? Wat? Wacht even. Dus dat mijn vingers piemels zijn? Ja, dus wil je of daar... Of dat mijn piemel een vinger is? Oh, ja. Dan ga ik toch voor daar een vinger? Ik ga toch niet de hele dag met piemels aan mijn hand lopen? Dat is toch grappig? Nou, wil je... Dat je iemand zwaait zo en je allemaal lullen, joh. Oh, ik ben Bastiaan, zeg je dan. Dus geen piemel als vingers. Nee. Ik wel, hè? Dat ik iemand dan naar je vingers strekt de hele tijd, weet je wel zo? Oh, dat is zo'n vieze vraag. Nou, ik ben benieuwd. Weer piemels, nee hoor. Altijd alles moeten zeggen wat je denkt, of niet meer over je gevoel kunnen praten. De eerste, ja. Wat je denkt. Die is wel, dat is wel link. Nou, dan maak je geen vrienden mee. Wat denk je nu? Ja, daarom. Dat ga ik niet zeggen. Jamie. Ik zou de eerste kiezen, hoor. Ja, jij bent wel vastberaden hierin ja, in deze. Ja, zeker. Ik zeg sowieso best wel veel wat ik denk. No filter. En soms ook best wel lullig. Maar dat denk ik achteraf dan pas van, oh shit, dat had iets anders kunnen zeggen. Ja. Ja, je moet toch als man zijn ook over je gevoelens kunnen praten. Zelf als man, jongen. Zelf als man kun je over je gevoelens praten. Ik denk dat ik dat toch ook wel zou doen. Misschien creëer je dan toch wel een hele eerlijke wereld waar je uiteindelijk toch weer beter van wordt. Mooi gezegd. Hé jongens, echt goed hoor. Een vraag. Liever iemand trouwen die heel aantrekkelijk is en zelf onaantrekkelijk of andersom? Mag je wel flirten en wel dus gewoon af en toe een beetje seksen? Ik moet heel goed nadenken. Jij? Ja, weet je wat het is? Ik kon even niet concentreren, want ik zit nu in mijn hoofd even te relativeren. Dus liever trouwen met dan iemand ik lelijk die heel en die ander mooi is. Je hoeft toch niet per se te trouwen? Dan kun je nooit meer even... Maar je moet nu trouwen, hè? Het maakt niet uit. Je moet nu trouwen bij deze vrouw. Liever een vrouw in een kort broekje of in een kort rokje? Kort broekje. Kort broekje. Ja. Kun je een beetje de kont zien? Ja. Oh, in de rok is niet genoeg. Nou, nee, maar dat is de, ik vind dat te sletterig als het een kort rokje had. Ja. Dat is toch lelijk. Dan zie je zo'n halve beeld op mijn huid. Ik doe even normaal. Ja, ik ben. Ik stel nog steeds ook de vragen. Dus nou, ik. Leuk. Ja, echt hè? Oh, dit is niet... Nee. Ben ik links of rechts eigenlijk? Rechts. Oh, oké. Ik dacht okay. Dat de vraag was. Links of rechts? Mag hoor, mag. Ben je links of rechts? Nou, wat is het antwoord? Dat is een pikante vraag. Dat is een pikante vraag. Schuurpapier als toiletpapier of olie als oogdruppels? Wat de... Wat? Doe dan maar olie. Weet je hoe dat irritant ja, is, maar ja, olie? Maar, ja, het moet maar dan. Schuurpapier, dat doet pet aan, jongen. Ja, bebloede reet, maar niemand ziet dat. Wat kies jij? Ik ga voor het schuurpapier. Ja? Ja, zeker. Oh, heel slecht. Verzin een nieuw scheldwoord. Hakkie-takkie-bal. Hakkie-takkie-bal? Ik vind hem wel nog wel wat lief. Grasmaaier. Je bent een grasmaaier. Van mijn erf af. Hoe vaak zou je seks hebben... Nou. Hoe vaak zou je seks hebben als per keer er één dag van je leven af zou gaan? Wow. Wat? Ik snap het ja, niet. Goeie. Ja, goeie. Als je suïcidaal zou zijn, dan heb je een goede tijd. Oh ja, nee, zonde dan hoor. Ja? Zonde, het leven gewoon is veel geen te seks mooi. Dan meer. Nou, geen wil leven zonder seks. Nee, dat niet, maar niet ik vind mijn leven zo leuk. Zo. Gewoon één keer per jaar. Ja, nou dat ook weer niet. Mijn leven is leuk door de seks. Maar stel je hebt een relatie, je hebt bijna elke dag seks. Nou dan is het klaar, toch? Dan heb je bijna geen leven meer. Nee. Ja. Dan ben je volgende maand dood. Verzin een rap. Heb ik alleen als jij er niet bij bent. Verzin een rap. Hij kan echt
kan vet je goed rappen. Ja? Maar echt freestylen. Nee. Jawel, dat heb ik een keer bij Dressclub gedaan. Ah, ja. Dat was zo goed. Ik lag hem bij de tandarts. Hij keek toen in mijn mond. Hij zei, doe je mondje open. Nou ja, op dat moment was het heel goed. Oh, kan jij beatboxen? Ja, ik kan wel beatboxen. En dan moet jij een onderwerp geven. De liefde. Nee, is dat leuk? Nee. Attribuut. Motor. 1, 2, 3, 4. Mijn motor staat weer aan. Ik ga weer lekker rijden. Ja, want het weer is oké. En de zon schijnt en de maan schijnt en alles tegelijk. En ik zeg toet toet, daar ga ik op mijn lekkere motor. Ja, ja. Maar mag je niks? Hij was wel goed hoor. Niks rijmt, hè? Nee, maar dat maakt niet uit. Dat hoeft niet bij rijden. Nee, dat hoeft niet per se. Nee, maar ik was ook nog niet klaar. Lekker op mijn motor. Ja, maar kijk, als ik ga bedenken dat we moeten gaan rijmen, dan ga ik te veel nadenken. En dat is eigenlijk niet goed. 2, 3, 4. Ik in de garage. Lekker met de sleutel in mijn hand. Lekker klussen aan mijn motor. Band. Ja! Ja, het moet echt wel rijmen hoor. Wel een beetje. Maar luisteren jullie wel eens naar rap of zo? Nee, niet echt mijn muziek. Nee. Ja, dit duurt altijd lang bij hem. Ja. Dus let je oma aan de MDMA? Ja, sowieso. Sowieso. Oma, als je kijkt, ja, echt hoor. Bel me. Dan gaan we kijken eerst lekker aan de MDMA. Ja. Dus jullie hoeven niet het andere ding te horen. Wat dan? Of dagelijks high door het leven. Nee, die eerste. Man, dan wordt het toch vermoeiend. Ja, dan ben je helemaal gek. Dan ben je gek. Nee, we hebben nog nooit drugs gedaan buiten de drugs. Nee. Welke zou je dan kiezen? MDMA of iets. Ja, zoiets. Dat is het leukste wat ik tot nu toe heb gedaan. Ja? Ja, toch wel. Ketamine vind ik ook wel leuk. Okay, jullie praten ook echt zo van, nou ja, net hoe ik over kleding praat. Zo. Oh ja, ik vind paars ook altijd wel leuk. Ja. Ik heb nog nooit drugs gebruikt. Heb je nog nooit drugs gebruikt? Ook niet gebloot. Alcohol wel, maar nooit iets anders. En als je mocht kiezen wat je een keer zou willen proberen? Echt nooit iets kiezen. Ja, maar als je moet doen. Waarom zou jij niks willen proberen? Ik vind het gewoon echt niks voor mij. Ja, net dat als... snap ik. Maar wat ik dan raar vind, en dat vind ik echt oprecht. Hij blijft ook gewoon lekker staan. Ja, maar nu ga ik even vragen. Als je intikt op Google, the most harmful drug, dat is alcohol. De toxiciteit van alcohol staat echt bovenaan. De verslaving is bijna echt verslavend als cocaïne. Maar stel je moest het een keer doen, wat zou je dan willen proberen? Ik zou denk ik wel iets dan doen waar ik super next level blij van wordt of zo. Ja, wat moet ik dan hebben? Ja, en gewoon XTC. Dat is ook op zich wel. Ja, maar die is wel psychedelisch. Dat zie je alles als disco. Iedere week partnerruil of voor altijd alleen? Iedere week partnerruil. Zo snel had je die? Ja, ik kan niet alleen blijven. Iedere week partnerruil, dan moet je ook nog wel eens flink aan de bak om de hele tijd mensen te Ja, dan gaat ook weer je levensstraf van de ene keer dat je seks hebt. Oh. Piemels zijn terug. Zou je liever geen piemel hebben of 5? 5. Sowieso 5. Ja, kunnen we een beetje verdelen. Wat moet je nou in het leven zonder piemel? Gewoon andere dingen doen. Hobby zoeken zeker. Ja, ik zie het nu echt voor me. Het is maar. Echt het is vies. Heel raar. Ja, ik denk dat geen enkele chick je wil. Nee. Misschien dan toch zonder piemel. Kun je wel... Hallo, ga je nog bij je? Kun je dan wel klaarkomen of niet? Nee, dan kan dat ook niet. Nee, dan heb je gewoon niks. En is het dan bij de geboorte dat je geen piemel hebt? Of want als je nooit weet hoe je daar, hoe dat voelt? Nee, je hebt het wel ooit even geweten. Oh, maar... oh, dat is wel jammer dan. Ja. Wel in je broek, hoop ik. Ja, nee, ik dacht even net aan die vingers van net, maar ja, gewoon misschien op meerdere plekken. Met je opzorgen. Je voorhoofd. Hallo, ik ga naar de volgende vraag. Ik sta weer 10e, hè? Ik sta ook 8e. Oh, daar gaan we weer. Iemands gedachten kunnen lezen of iemands toekomst kunnen voorspellen? Iemands gedachten kunnen lezen. Oeh. Ik heb heel veel mensen dat ik denk, wat denk jij nu? Heb je een voorbeeld? Als ik iets vraag aan iemand en ik denk, jij liegt. Ja. Lieg jij gewoon tegen mij en wil ik dat nu echt weten, weet je wel? Ben ik naar links of rechts eigenlijk? Jij bent rechts, je staat ook je best goed. Ik sta op 5, dus ik weet niet hoe je voor elkaar krijgt. Maar het is alsof ik deed net niks en hij gaat, kijk, ja, ik doe niks. Ja, dat had hij net ook. Volgens mij sta je op automatisch piloot. Hij stuurt wel. Nee, dat kan niet. Dit is lijpe shit. Oh, je was al gefinished. Oh! Je staat voor hem, hè? Oh. Ja. Doe je meest flirty look. In de camera graag. Weet je wat grappig is? Ik doe dat altijd. Als ik een meisje zie, doe ik altijd zo. Want ik kan niet knipogen. Wat doe jij? Zo? En zeg je ook, ga je mee? Ja. Hé, maar zijn jullie eigenlijk single? Ja. Ja? Zeker. Ja, zeker. Jij? Nee, doe maar dan. Ja. Ik ben ook al wel echt een hele tijd single. Heb 7 ik jaar gewonnen? Of zo. Al 7 jaar? Moeten we een nieuwe serie starten? Daten? Daten met Rens. Nee, en drugs. Ja, dat ze dan drugs gebruiken, dan vraag jij welke drugs ze op hebben tijdens die date. Oh, vet goed voorbeeld. Ga ik voorstellen. Ja, doe maar. En we gaan naar links, hè? Links, jij bent links. Hè? Ja. In de toekomst kunnen kijken of het verleden kunnen herbeleven.
in de toekomst kunnen kijken. Ja, wat zou je dan willen? Ik zou wel weten met wie ik later ga trouwen en zo. Dat ik wel eigenlijk niet trouwen. Even één keertje gewoon kijken, even 2 seconden. En dan Twee seconden kijken naar je hele toekomst. Ja, even kijken hoe ik eruit zie als ik 40 ben en dan... Ik zou dan toch voor het verleden gaan. Ja, wat zou je dan herbeleven? Nou, van alles. Al die drugs die hij al heeft gedaan met alle drugs, nog een keer. Goed, hè? Ik ga geen alcohol meer gebruiken. Nee. Gewoon, dat moet kunnen hoor. Maar gaan we weer. Wees niet te bang voor drugs. Dat is wat ik ermee wil zeggen. Jij bent wel echt goed met de feitjes vandaag. Wat vonden jullie het leukste dilemma? Ja, laat even weten in de comments, waar zou jij voor kiezen? MDMA met je oma. MDMA met je oma. Of voor altijd high. Ja. Laat het even weten en bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van Cosmopolitan. En ik zie jou in de volgende aflevering. Doeg! Ciao, ciao!